Hey Steenbok, leuk dat je kijkt naar een video van Passion for Tarot. Dit is de algemene video voor de maand maart. Laten we eens gaan kijken welke berichten ik hieruit mag doorgeven. Op de Facebookpagina vind je de lezing, vind je de algemene lezing en de liefdeslezingen komen eraan. Er staat al een deel op, de rest is onderweg. Die komen een van deze dagen, dus ik zou zeggen, check het even. Check het even! Misschien dat het met je resoneert, misschien niet. Maak het niet van jou, als het niet voor jou is. En voor nu, let's check it out. Voor de steenbok in de maand maart. Wat mag ik de steenbok vertellen? Ik bid het uit dit deck met een 3 kaarten alsjeblieft. 3 kaarten voor de steenbok in de maand maart. Twee alsjeblieft. Vier van gedachten. Breng tijd door in de natuur en luister naar de raad van je engelen en naar je eigen innerlijke stem, want de situatie blijven analyseren zal je niet de antwoorden geven die je zoekt. Denk er eens over na om vakantie te nemen of in ieder geval een pauze in te lassen om je te verkwikken en helder te krijgen wat je volgende stap moet zijn. Mediteren kan je hierbij goed ondersteunen. 8 van actie. Er gebeurt momenteel zoveel dat het allemaal wat overweldigend kan voelen voor je. En toch is het heerlijk om zo druk te hebben. Met het werk waarvan jij houdt. Wees dankbaar voor de zegeningen van de hemel die je tijd in beslag nemen. Ook al voelt het als een uitdaging. Als je wordt gevraagd het vliegtuig te nemen, doe dit dan vol vertrouwen. Boodschapper van gedachten. Je bent opgewonden over een nieuw onderwerp of intellectueel project. Er is zoveel te leren voordat je klaar denkt te zijn om verder te gaan. Nieuwe informatie kan vragen om aanpassing van je plannen. Bekijk alle documenten zorgvuldig. Je kent, ontmoet of bent iemand die dolgraag leert en kennis deelt. Deze persoon is begaafd, oprecht, maar ook ongenuanceerd en een beetje tactloos. Oké dan. Laten we eens kijken wat de tarot hierop te zeggen heeft, Steenbok. Dus deze komt bij mij binnen als... Sowieso iets in je carrière, in je werk, in je, iets wat met financieel te maken heeft. Wat ervoor gaat zorgen dat er vooruitgang komt in je situatie. Maar dit heeft te maken met meerdere aspecten van je leven. Dit kan zijn gezinsleven, dit kan zijn projecten buiten je werk. Alles wat samenhangt, zeg maar, met elkaar. Zul je op een rijtje moeten krijgen voordat je daarin verder kan. En daar is dus een vakantie of een rustpauze heel goed voor. Steenbok. Misschien zelfs tijd doorbrengen met de personen waar het om draait. Dat het als het niet alleen om jou, met jou, om jou is. Dat je tijd doorbrengt met die personen. Goed, 4 van gedachten. Spirit, wat mag ik hierover vertellen? Voor de steenbok in de maanse maart. Schildknaap van staven. Je bent nog... Ik zie hier een wil liggen om te zorgen dat er een rustig vaarwater komt. Ik zie hier een persoon liggen die verlangt naar rust. Die verlangt naar stabiliteit. Die verlangt naar het stoppen van een gejaagd gevoel. Want het is wel... Je kan je eigen wel storten in je werk. Maar kijk eens. Met de staven 10. Het kost je veel te veel moeite momenteel. Het is goed. Het is leuk. Het is goed voor je portemonnee. Maar je hebt ook tijd nodig voor jezelf ten eerste. Tijd nodig voor je naaste en je geliefde. Dus... Neem niet te veel hooi op je vork. Munten 6. Neem niet te veel hooi op je vork, maar wees niet altijd degene die geeft. Zorg ook eens dat de mensen die altijd van jou nemen gaan geven.
Werk niet te hard voor andere mensen die niet voor jou willen werken. Deel je cadeautjes, deel je liefde, deel jouw financiën, deel jouw leven met de mensen die dat ook met jou willen. En geef niet aan de verkeerde personen. Want dat kost je ook veel last en heel veel energie. Koningin van Munten. Te maken misschien met een persoon die heel loyaal is, stabiel in dat wat hij of zij graag wil. Ach, van actie, wat mag ik hierover vertellen? Er staat hier iets te... Wow, god damn it. Oké, ik word gelijk aan. Ik ben gelijk blown away. Jazeker. Ja. Er staat hier er is hier een situatie. De wereldkaart, de koning van munten en het rad van fortuin. Ik zie hier een powerkoppel. Beide gewaagd aan elkaar. Beide lerend. En dit is een persoon die jouw stabiliteit, rust kan bieden. Maar dit is ook iemand die jou nodig heeft om zijn of haar droom waar te maken. De geslachten kunnen altijd... dat er hier een koning van munten ligt, wil niet zeggen dat jij de koning van munten niet kan zijn als vrouw zijnde. Dit is puur de energie. Maar er komt hier een einde aan het cyclus, aan een vervelende situatie. En ik zie hier dat er een samenwerking komt. Maar het is aan jou. Hoe hard ga jij aan dit rad draaien? Hoe graag wil jij? Dit is tussen jullie. Is er een never ending story. Dit is iets, kijk, dit kan, hoeft niet per se in de liefde te zijn. Maar dit kan ook een hele goede vriend of vriendin zijn. Of dit kan ook iemand zijn waar je op je werk mee te maken hebt. Misschien een baas of iets die je heel goed kan helpen. Maar wat betreft de liefde, ligt hier een powerkoppel, een never ending story. Daar kun je heel vaak van weggaan, maar dat keer je toch weer terug. Want het kost je gewoon een hoop energie om met mensen om te gaan die niet voor jou zijn. Deze persoon hier, die heeft dat al in de gaten. Die heeft al in de gaten dat zij zichzelf niet moet entertainen met mensen die tijdelijk zijn. Want dat kost haar bergen met energie. En daar zit zij niet op te wachten. Zij heeft daar helemaal geen zin in, dat zie je. Goed. En hier verder... Met het rad van fortuin, er is goede karma onderweg als je naar goede karma draait. Maar jij moet draaien. Jij moet beslissen. Welke kant ga je op? Ga je terug? Ga je doorzetten? Of blijf je in die energie van die koning van pentakels? Samenwerking. Nieuw aanbod. Nieuw begin. Zonnetje gaat schijnen. Happiness. Iets wat je totaal misschien niet verwacht. Of wat je misschien nooit gedacht had. Op financieel gebied. Zeker. Ik zie hier financiële verbetering. Misschien jij die leert om te gaan met je centjes. Maar misschien ook de persoon waarmee jij te maken hebt. Die leert hoe om te gaan met die munt. En ik heb zelfs het idee. Want hier ligt de koningin van munten. En die aas van pentakel. Omdat er tussen jullie een never ending story is. Is deze persoon zo ver van, ik ga mijn pentakel aan jou aanbieden. Of misschien ben jij wel degene die hier zegt, ik ga mijn munt aan jou aanbieden. Ik ga mijzelf aan jou aanbieden. Hier kom jij omhoog. Misschien heb je te maken met een aardeteken, stiermaag of een steenbok. Nou ja, goed, hier ook weer steenbok. Dus je komt zelf goed omhoog.
Ik hoor communicatie. Dit is een situatie waarin de communicatie beter moet. Dit is een situatie waarin jij open en eerlijk moet gaan zijn naar de mensen om je heen. Want pas dan zal je nog meer positiviteit gaan ervaren. Waarom? Dan zijn die lasten niet meer zo groot. Hoge priesteres, oh deze persoon weet donders goed wat jij wil. En jij moet gaan luisteren naar wat je echt wil. Deze persoon hier, waaraan jij jouw pentakel wil gaan aanbieden, jouw munt. Die persoon die is zo deze persoon, ja, hoe ga ik dit uitleggen? Dit voelt als een heel sterk persoon. Deze persoon weet al lang welke stappen dat jij zet, zonder dat deze persoon het jou vertelt. Ja, zo moet ik het zeggen. En deze persoon is van keuzes. Of zwart of wit. Maar er is geen weg tussendoor. Kijk maar, de weg hier tussendoor is afgesloten, is alleen voor mij. Wat hier buiten komt, is zwart-wit. En voor de rest niet. Heel krachtig persoon. Deze persoon is enorm vruchtbaar. Misschien iemand die op kantoor werkt. Of misschien iemand die veel met de laptop werkt. Maar deze persoon... Ik probeer even een beetje in te zoomen. Hier zitten allemaal vruchten. Deze persoon is enorm vruchtbaar. En dan niet alleen in bijvoorbeeld zwangerschap. Maar deze persoon is ook enorm vruchtbaar in carrière. In huiselijke situaties. Er is nog veel uit deze persoon te halen. Goed, boodschappen van gedachten voor de steenbok alsjeblieft. Wat mag ik hierover vertellen? 5 kaarten. Je hebt een hele mooie lezing, steenbok. Ik heb oprecht gewoon echt kippenvel over mijn lijf heen. Het is echt heel mooi. Kelken 3. Ja. Je bent opgewonden over een nieuw onderwerp of intellectueel project. Wat geveerd mag gaan worden. Ridder van Zwaarden. Koningin van Staven. Ja. Ik zie hier een. Het lijkt een struikelblok. Het lijkt een beetje een struikelblok. Lijkt wel iets als. Dit positieve kan jij krijgen. Dat ligt er voor jou. Dat is misschien zelfs al gaande. Maar ik merk hier een vlucht. Dit is iets waar jij moet van gaan leren. Dit is de situatie waarvan jij nu op dit moment moet gaan leren. Ik zie hier iemand liggen met de koning of de ridder van zwaarden. En de energie van de koningin van staven. Dit is een persoon die snel terugkeert naar dat wat veilig leek. Naar dat wat eigenlijk ellende brengt. Naar dat wat zogenaamd vertrouwd was. Maar waarvan je weet dat eigenlijk niet goed voor je is. En het is nu aan jou om te kiezen of je weer terugvalt in je oude patroon. Hier. Of dat jij gaat zeggen nee. Ik ga nu knokken voor dat wat ik graag wil. Ik ga mijzelf nu volledig inzetten voor de wensen die ik heb. Ik ga creëren wat ik wil creëren. Want mijn wensen zijn allemaal hier al de lucht ingegooid. Ik moet water bij de wijn gaan doen. Ik moet gaan accepteren dat alles in mij zit.
ik moet gaan laten zien dat ik kan knokken. Dat ik dat in mijn macht heb om die positiviteit te creëren. Dat aanpassen van die plannen, dat zit hem hierin. Nieuwe informatie kan vragen om aanpassing van je plannen. Bekijk alle documenten zorgvuldig. Dit is iets, ja, waar jij van mag leren. Keer jij terug naar dat wat je ongelukkig maakt. Waarvan je weet dat het je ongelukkig maakt, maar wat wel misschien verdooft, tijdelijk vervult. Aan jou de keus. Maar er gaan waarheden vallen hier. Er komt heel veel waarheid aan het licht. En er komt helderheid in jouw hoofd. Een bewustwording gaat plaatsvinden. Heftig, steenbok. Heftig, wat ga je doen? Voor de steenbok, vier kaarten in de maand. Steenbok in de maand, laat vier kaarten. Godin, laat je goddelijke vrouwelijke energie tot uitdrukking komen en koester haar magische intuïtie en haar voedende kwaliteiten. Koester jou, Godin, als jij een man bent. Als jij een vrouw bent, koester jezelf. Koester die persoon die jij mag zijn. Als man zijnde, koester de Godin die hier voor jou is. Nog een steenbok. Kruinchakra. Geef aandacht aan je eigen ideeën. Ja. Want zij zijn in werkelijkheid boodschappen vanuit het universum. In antwoord op je gebeden. Dit is wat ik bedoelde. Jij weet heel goed dat iets jou niet gaat brengen wat jij graag wilt, wat jij echt verlangt, wat jij echt graag wil. Boeken. Het doel van jouw leven is het schrijven, het lezen, het uitgeven of het verkopen van spirituele boeken. Er zou zomaar... Oh, wat komt er meer uit, joh? Er zou zomaar informatie, belangrijke informatie kunnen zitten in een boek wat je leest. Misschien word je de laatste tijd misschien wel heel veel naar een boek toegetrokken en haal je daar een leer uit, een leer iets uit. Wat ik hier ook bij merk, is dat jij lessen mag gaan geven. En dan heb ik het over als jij jouw les weet te leren in dit. Als jij die cyclus hier die wil eindigen of die never ending story door gaat zetten en aan dat rad gaat draaien, zodat dat nieuwe binnenkomt, dan heb jij een levensles geleerd. En die levensles kan jij weer doorgeven aan een ander. Zing en dans. Breng jezelf tot uitdrukking en schud je spirituele zintuigen wakker door de magische krachten van muziek en dans. Je relaties en activiteiten die je vroeger leuk vond, zijn aan het veranderen nu je sensitiever en jezelf bewuster wordt van allerlei energieën. Dit is dit stuk wat ik bedoel.
Ik denk zelfs dat jij tot een besef komt dat op het moment dat jij terugkeert naar dat wat jou eigenlijk niks ging brengen, wat jou die wens, die vervulling niet is, dat er dan een besef plaatsvindt van oké, wacht even, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Dit vervult mij niet meer, dat feesten. Ik heb rust. Ik heb rust nodig. Goed, Steenbok. Dit was jouw lezing. Mocht die niet met jou resoneren, let me know. Ik ben beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Hieronder in de beschrijvingen vind je alle info. Facebookpagina, contactgegevens, informatie over persoonlijke lezingen. Check even de Facebookpagina voor de geschreven lezingen. En hopelijk zie ik je bij de liefdesvideo weer. Groetjes, doei!